Kan jij in één woord deze Oran omschrijven in dienst van je oude boksvereniging Muscula? Bloedfanatiek, jong en onervaren. Vandaag komt clubgenoten uit deze ring bij boksvereniging Muscular uit Arnhem. En dit team uit 1986 met alleen maar stoere mannen staat centraal. Eén is er brandweerman geworden, een ander politierechercheur. Maar er zit er ook eentje in de gevangenis en een ander probeert weer af te kicken van drugs. Dit is Bert van Berkel, hij is tegenwoordig kroegbaas. En dit is Oran Delibas. Hij is vandaag mijn hoofdgast. Jarenlang was hij profbokser in Amerika. En in 92 won hij de zilveren Olympische medaille in Barcelona. En vandaag breng ik hem en al zijn oude boksmaatjes in deze ring weer bij elkaar. Ik ken hem nog als een ondeugend mannetje uit de buurt. En dat ondeugende mannetje uit de buurt, dat is dus later bij ons op de boksschool gekomen, op de Nicolaas Maaslaan. Behulpzaam. Altijd helpen als er iets was of dat ik iets. En dan stond hij gelijk klaar. Oran, ja, was een beetje de rustige, bedeesde jongen die hier en daar een hele passende opmerking plaatste en zo. Ja. Een beetje timide. Doe maar niet zo gek, dan doe je gek genoeg. Maar ondertussen, hij nam alles op, hij zag alles en hij wist ook alles. Hij was gewoon rustig, altijd bleef, vond ik altijd. Bleef die jongen altijd. Niet zo'n branisch schoppetje van bop. Nee, gewoon relaxed. Je zag hem eigenlijk groeien, zeg maar, weet je wel. Dus het begin was allemaal makkelijk, met het sparren tegen hem, zeg maar. En dat werd steeds moeilijker. En dan, ja, dan worden ze steeds beter, zeg maar. Achteraf had hij gewoon 4 jaar in ieder geval nog amateur moeten blijven, nog een keer naar de Spelen moeten gaan. Dat had hem wellicht veel meer gebracht dan uiteindelijk dat hele profavontuur. We zijn, Oran, bij de boksclub Muscula in Arnhem. Ja, dit is de club waar het voor jou allemaal begonnen is, toch? Ja, dat klopt. Ik heb hier mijn eerste boksles gehad. Niet de huidige plaats waar ze nu zitten, maar in Hoogkamp hebben gezeten. Ja. Daar heb ik de beginselen van het boksen geleerd, zeg maar. Maar hier heb je uiteindelijk ook nog gebokst? Ik heb een mooie tijd gehad hier, hoor. Ja? Ik heb echt heel veel te danken aan Muscula. Ik heb hier als het ware de boksen geleerd. Hoe lang ben je hier al niet meer geweest? Goh. Lang. Heel lang. Ja? Ja. Hoe vind je het dan om hier weer te zijn? Best wel spannend. Ik ben benieuwd hoe het van binnen uitziet. Want ik heb ook hier wedstrijden gebokst. Na u, meneer Delibas. Dat is mijn oude boksvereniging. Dat is mijn oude clubje. En? Veel veranderd, natuurlijk. Ja? Ja. Toch wel? Ja. Dus ik was nog heel klein. En dit is dan waar de een zaal, zaal ja. is? Lampies? Oh. Ja, dat is wel veel veranderd. Ja. Klopt. Gelijk aan de knoppen hier. Het lijkt in één keer zo klein. Vroeger leek het zo groot. Ja? Ja. Orhan Delibas wordt in 1971 geboren in Turkije. En op zijn 9e komt de Turkse straatjochie naar Arnhem. Eigenlijk wil de kleine Orhan profvoetballer worden. Maar als zijn vader hem meeneemt naar een boksclub, blijkt dat een goede keuze. Delibas kan in de ring bij het Arnhemse Muscular zijn agressie goed kwijt. En gaat op zijn 18e bij de Apeldoornse boksclub trainen. Zijn hoogtepunt beleeft hij in 1992. Op de Olympische Spelen in Barcelona wint hij een zilveren medaille. En nu in 92 zal het zilver worden voor Orhan Delibas. Dit zijn die secondes, dit zijn die momenten die zo belangrijk zijn in je leven. Hij heeft het heel moeilijk, Delibas. Maar hij mag best trots zijn. Na de Spelen wordt hij profbokser in Amerika, maar in New York vindt hij nooit het geluk. Op zijn 29e houdt Delibas het Amerikaanse avontuur voor gezien en keert terug naar Europa. Van de 27 partijen als prof wint hij er 25.
In 2001 zet hij vanwege privéproblemen een punt achter zijn carrière, om na een korte comeback in 2008 definitief met boksen te stoppen. Maar met de bokssport is hij nog niet klaar. Over een paar dagen opent Delibas in Arnhem een heuse boksacademie. En de winnaar is de man in de red corner, Orhan Delibas. Zo, Orhan, we zijn in Klarendal, de wijk in Arnhem. Dit is waar je bent opgegroeid. Nou ja, vanaf je negende jaar, toen kwam je hier met je familie vanuit Turkije. Hoe herinner jij je jeugd hier? Ik herinner alles heel goed. We kwamen met de auto. 4 kinderen plus mijn ouders. Toen kwamen we hier aan. Het was nog niet zo parkeerplaatsen. Dus we hebben de auto hier geparkeerd. En allemaal lichter, dat was ik dus niet gewend. Ik kom uit het dorp. Uit een dorp in Turkije? Uit het oosten, ja. Dus al het licht en zo. Dat... Nummer 71 was ons huis. Had mijn vader gekocht. Hier, nummer 71? Nummer 71. En waar was jouw kamer? Helemaal boven, de tweede verdieping, zeg maar. Dus jij keek uit over Klarendal eigenlijk? Ja. Dit was ons territorium, zeg maar. Ja. Hier mochten niet andere kinderen komen, alleen vrienden van mij. Hier waren we echt dag en nacht aan het voetballen. Voetballen of knikkeren deden we dan. Nu is dat veranderd. En af en toe schopten we de bal boven de kerk. En een vriend van ons, die kan heel goed klimmen. Die klom dan zo via de buis de bal ophalen. Dus de kerk had wel eens last van jullie? Ja. En vechten? Ik kwam hier in Nederland aan en dan ging ik op verkenningstour. En op een gegeven moment zag ik een jongen en die zei wat tegen mij. Maar ja, omdat je de taal niet kent, dan denk ik van, wat is het? Dus ik wou gelijk bij op knokken. Dus ik heb hem met elkaar geslagen. Ik ben weer naar huis gegaan. En mijn vader zei van, ja, die Nederlanders zijn allemaal bang, dit en dat. Dus ik, heel blij, ik zei, weer naar buiten, Nederlanders in elkaar. En dan zag ik diezelfde jongen, maar die deed zo, die had een stok achter zich. Dus ik zei van, kom maar in Turks, kom maar, kom maar. En hij zei wat Nederlands, begreep ik niet. In één keer haalde hij die stok, bam, bam, bam. En ik had zo'n korte broek aan. Ach, jongen, heeft pijn gedaan. Dat was dus jouw kennismaking met Nederlands? Ja, de eerste keer heb ik ze klappen gegeven, tweede keer heb ik klappen gehad. Met een stok, met een stok. Ja, dat was echt... Maar was jij een vechtersbaasje vroeger al? Ja, ik was echt, wat ik net zei, ik was dag en nacht buiten. En op zoek, op zoek naar iets, wat het was. Ja, ik was echt heel energiek en energie moest eruit. Op een gegeven moment zei mijn vader van... Ik gaf mijn zusjes ook klappen, omdat ik zo actief was. Mijn vader zei van, pak je sportspullen. We gaan boksen. Ik zei, boksen? Wat is dat dan voor een sport? Ik heb echt nog nooit van boksen gebeurd. Dat is wat je de hele dag doet, zei je vader toen. Ja. Ik ging naar het boksen gaan. Dat was een hoogkamp. Muscula was dat. En ik was gelijk verkocht aan de sport. Ik vond het zo'n mooie sport. Want dit is dus waar je op school hebt gezeten. Er is niet veel meer van over. Nee, dit gedeelte heb ik gezeten, boven. Bij meneer Van der Ven heb ik in de klas gezeten. Ik ben toen in de vierde klas begonnen. 4, 5, 6 heb ik hier afgemaakt. Vond je het moeilijk om die taal te leren en te integreren hier? Nee, eigenlijk niet. Kinderen leren zo snel het spelende wijs. Dus, en ik had dan met mijn zus hadden we dan een wedstrijdje gemaakt. Wie het meest eerst kon tellen tot de 10 en tot de 100. Dus altijd zo'n rivaliteit tussen mij en mijn zus. Dus, Want je dacht dus dat je hier voor vakantie naartoe kwam. Maar uiteindelijk ben je hier in Klarendal opgegroeid. Ja. Wat betekent deze wijk voor jou? Eigenlijk alles. Ik heb hier mijn leukste jaren van mijn jeugd gehad. Dus echt, hier voel ik me ook thuis. Ik ben echt de hele wereld rond gaan zwerven. Dus op een gegeven moment als ik dan hier thuis was, dat was echt thuis voor mij. Ja? Ja. Klarendal. Voordat we straks de reunie hebben met jouw oud-trainingsmaatjes, vind je het wel spannend volgens mij, hè? Ja, ik ben zenuwachtig. Ja? Dat klopt. Ja, ja, ja. Waarom? Ik weet niet. Je hebt sommige jongens, heb ik toch al jaren niet gezien. Gewoon benieuwd hoe ze eruit zien en wat ze allemaal doen of gedaan hebben. Dus ik ben best wel nieuwsgierig. Ik hoef niet zenuwachtig te zijn. Ik zal je niet langer in spanning houden, want we zijn dus al met een aantal van hen op pad geweest. Okay. En de eerste, die ken jij vrij goed, nog steeds. We zijn in Elst, Droom. Dit is een locatie van Driesprong. Driesprong is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij begeleiden, ondersteunen en behandelen mensen met een verstandelijke beperking. Zowel volwassenen en kinderen.
Dan zijn er vaak mensen die heel veel dingen zelfstandig en prima kunnen doen. Maar een aantal levensgebieden, daar hebben ze een probleem mee. Omdat de maatschappij steeds ingewikkelder en moeilijker wordt. En daar hebben ze een klein beetje ondersteuning nodig. En dat doen wij het dagelijks. En dit is het bakkergedeelte. Hier wordt het verse appeltaart gebakken. Hier worden ook originele Betuwse appels gebruikt. En dat zijn onze cliënten die hier dagelijks honderden appeltaarten bakken. Alman die kent. Die ken ik ook. Alman. Kom maar dier. We zijn dagelijks hier van aan werk. En doen dus ook, maken ze ook een product eigenlijk wat ze zelf fijn vinden om te doen. En ook voor de commerciële markt. Hier worden lunch verzorgd door onze cliënten, voor onze klanten. En je kan hier voor een bepaald bedrag vergaderen en lunchen. En soms zelfs gecombineerd met warme maaltijden. Toen ik boksen ging ik ook studeren. Ik wilde wel ook een maatschappelijke carrière maken naast mijn sport. Ik ben begonnen eigenlijk ooit als jongerenwerker in buurthuizen in Arnhem. En kort daarna ben ik gaan werken in jongerenhuis Harreveld, jeugdinrichting. Wat Orhan nu ook werkt trouwens. Dan heb ik afstap gemaakt voor, overstap gemaakt naar TBS volwassen patiënten. Daarna heb ik drie jaar een projectmanager gewerkt in Ede met criminele jongeren. Sinds 3,5 jaar ben ik werkzaam bij Driestroom. En waardering daarvan uit, jongeren en bij TBS naar volwassenen was niet direct zichtbaar. En hier kun je gelijk zien hoe mensen blij zijn met de kleinheid. En dat is iets geweldigs. Dat geeft zoveel voldoening in het dagelijkse leven. En daar haal je energie uit. Jullie zien elkaar nog veel, hè? Ja. Jij en Ali. Ja, we zijn samen een boksvereniging opgestart. De Boksacademie. Boksacademie, ja. Dus deze jongen die ik heel lang al ken, die ik ook vertrouw. Dat is wel eigenlijk een voorbeeld voor mij geweest. Ook wat hij allemaal gedaan heeft en nu nog steeds doet. Dus, een soort broer? Oudere broer, want hij is iets ouder als ik. Ja. Dus hij is ook naar Barcelona bij de finale is die geweest. Dus hij blijft een van mijn voorbeelden. Een vriendschap die hier is ontstaan en altijd is gebleven. Dat klopt, ja. Door de jaren zijn we toch bevriend gebleven. Ik ben een tijdje naar het buitenland geweest, ook gewoond. Maar eenmaal terug in Nederland zochten we altijd contact. Ik zie hem als een grote broer, zeg maar. Breng de handschoenen maar aan. Oh, echt? Die goudkleurige zijn voor jou. Wat heb ik gezegd? Handen hoog. Ja, kom maar. Links, rechts. Ik doe vier stoten. Links, rechts, hoek, hoek. Links, rechts, hoek, hoek. En met weer. Goed zo. Links, rechts, hoek, hoek. En met weer. Goed zo. Hoek. Deze week ga jij je eigen boksacademie openen. Daar staan we nu. Waarom heb je dat opgezet? Ik ben al jaren bezig met lesgeven voor de gemeente. Heb ik dat gedaan, doe ik nog steeds trouwens. Dus op een gegeven moment, de vraag is er heel groot naar. Dus ik ben zelf een club begonnen. Wat is dan het belangrijkste? Het sportieve of het sociale aspect? Allebei.
Boksacademie hebben we opgericht met behulp van Driestroom dan. Dat is ook een zorginstelling. Daar willen we mensen, vooral kinderen, niet alleen maar kinderen natuurlijk, ook volwassenen helpen aan een maatschappelijke carrière. En met behulp van boksen willen we ze gewoon van straat af helpen en dan een beetje laten ontwikkelen. Ja, want jij bent ook na je carrière pedagogisch medewerker geweest in Harreveld, ja. voor moeilijk opvoedbare kinderen. Dat klopt, ja. Hoe belangrijk is boksen voor dat soort kinderen? Ik denk heel belangrijk, want ze kunnen heel veel energie kwijt. Want de meeste kinderen die zitten nu in school, zitten ze achter de computer. En daar ben ik fel op tegen. Kinderen moeten gewoon spelende wijze met sport in aanraking komen. Ja, herken je nou veel van jezelf daar ook in? Want heeft boksen jou uiteindelijk ook niet van de straat gehouden? Wat je hier leert, wat ik de kinderen ook bijbreng, is dat ze een beetje discipline hebben. Een beetje respect voor andere mensen. Maar eigenlijk zou het huidskleur, is helemaal niet belangrijk waar je vandaan komt. Of wie je bent. Gewoon respect voor elkaar. Daar gaat het bij boksen om. En natuurlijk discipline. Door te luisteren naar mij, wat ik te zeggen heb. En uitvoering. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus... Maar wat was er zonder boksen van jou geworden, denk je? Nou, dat zullen we nooit weten. Dus boksen heeft me echt heel veel gebracht. Ook respect voor andere mensen. Waardering. En ook zelf respect, natuurlijk. Het is mooi dat hier dan eigenlijk de cirkel weer een beetje rond is. Hè? Dat je dan met boksen ook anderen kunt helpen. Zeker. Boksen is niet alleen maar puur kracht. Dat is ook denksport. Dat respect. Merk ik. Ja? Zullen we het nog een keer proberen dan? Oké. Nu ga ik ook sloten. Oh, echt? Je moet vooral niet lachen, hè, bij boksen. Het is gewoon serieus. Pak. Kom eens kijken. Ik durf jou niet te slaan, joh. Een ander oud-teamgenoot van jou, Irving Christensen, die kwam vanuit Denemarken hier naartoe. Inmiddels is hij weer terug in Denemarken. Oh. Dus hij kan er vanavond niet bij zijn, wat hij heel erg jammer vindt. Want hij had eigenlijk nog wel graag voor de reunie hier naartoe willen komen. Okay. Maar hij heeft wel een boodschap voor jou. Ik denk met veel plezier aan het hoor. En dat is nu toch wel bijna 25 jaar geleden. Of is wel 25 jaar geleden eigenlijk. En dat was een leuke groep met een leuke sfeer in de training en wedstrijden. En we konden wel veel lachen, maar ook heel erg serieus zijn. Nu zien we elkaar niet zo vaak meer. En ik ben inmiddels vertrokken uit het land. Ik zit nu weer in het hoge noorden. En ik kan het dus niet vrij krijgen volgende weekend weer of een aantal dagen. Want dat ik toch wel heel erg druk ben met werkzaamheden en verplichtingen. Ik wil zeggen dat... Dat ze vooral door moest gaan met het sportieve gebeuren en niet vergeten te lachen erbij. Want dat hebben we toch altijd gedaan. Ik weet dat Oran nu trainer is van een vereniging. En ik hoop dat het me goed gaat. Want als hij wat van ze af kan leren, net zo goed als hij zelf bokste, dan wordt het heel wat met zijn vereniging, denk ik. En dan wil ik natuurlijk ook de goede doen aan de andere jongens. En helaas ben ik niet aanwezig. Maar het grappige is wat hij zegt, naast de sportieve ambities die jullie hadden, werd er ook altijd veel gelachen. Dat klopt, we hadden echt een heel leuk team. Ik was een van de jongsten. En ik zat overal bij eigenlijk als er grapjes gemaakt werden en zo. En we zijn ook een paar keer op trainingskamp geweest. Het was echt een belevenis op zich om met de grote jongens op het trainingskamp te mogen. Dus we hadden altijd lachen, maar ook fanatiek trainen. Het was echt een heel leuk team. Handschoenen, zeg. Hoeveel uur heb jij hier doorgebracht? Ongeveer 3 dagen in de week trainden we toen. Af en toe een extra training erbij. Dus, ik heb best wel een leuke tijd gehad hier. Ja. Mooie tijd. Mooie herinneringen. Ja. Als je nou terugkijkt op jouw carrière, wat waren dan voor jou de hoogtepunten? Wat boksen betreft? Of, ja?
natuurlijk de Olympische Spelen. Bijna alle wedstrijden op zich, hoor. Dat zijn allemaal belangrijke wedstrijden. Ik kan niet van verliezen. Dus ze waren allemaal belangrijk. Dus, Maar goed, Olympische Spelen, 92, Barcelona, zilver. Ja. Dat was uniek om mee te maken, ja, in jouw zeker, amateurtijd. Ja. 3 minuten waarin Delibas nu toch het een en ander zal moeten riskeren, ook met zijn rechter. Dan wel wat pijn, die gouden plak zal toch veel vergoeden. Het zou je zo gegund zijn, die gouden medaille. Zilver trouwens ook, want dat is ook mooi. 20 seconden. Hij bokst nu met hartstocht, Delibas. En nu in 92 zal het zilver worden voor Orhan Delibas. En laat hij alsjeblieft genieten van deze momenten. Want dit zijn die secondes, dit zijn die momenten die zo belangrijk zijn in je leven. Segundo y medalla de plata representando a los Países Bajos, Orhan Delibas. Je bent uiteindelijk naar Amerika gegaan. Ja. Ik heb daar 2 jaar gebokst, alles gewonnen, maar financieel was het niks. mijn oudste zoon is daar ook geboren. Toen ben ik teruggekomen. Maar had jij wel echt een beetje de American Dream van daar wil ik het gaan maken? Uiteindelijk ga je erheen om als één doel wereldkampioen te worden. En, er wordt zoveel beloofd en vooruitgesteld van oké, als je zoveel na 2 jaar krijg je een titel geveegd en dan begint het geld, uiteindelijk doe je het dan voor het geld. Maar ook, je wilt ook de beste zijn in wat je doet. En na 2 jaar blijkt dat niet zo te zijn. Dus dan heb ik ook tegen de manager gezegd van oké, dat was niet de afspraak. Je komt je afspraak niet naar. Dan ben ik naar Duitsland gegaan. Maar dat was een jaar later eigenlijk. Dus, ja. En in Duitsland in Keulen heb je gewoond en heb je nog een tijdje eenzame geboxt. Leven. Ja? Het leven van een bokser is eenzaam. Ik denk over het algemeen alle topsporters. Dat is eenzaam. Dus echt, we trainen 6 uur per dag. 'S morgens, 's middags en 's avonds trainen we dan. Nou, van de rest ben je alleen. Dus dat was niet de mooiste periode uit jouw leven? Nee, tuurlijk was het mooi. Ik vond het wel mooi om meegemaakt te hebben. Je traint ervoor om de beste in het boksen te zijn. En uiteindelijk is dat niet gelukt, jammer genoeg. Maar, is dat dan doelen. Wel een teleurstelling? Dat het dan als profbokser niet zo goed is gelukt dan als amateurbokser? Ja, ja. Dat moet ik wel toegeven, ja. Maar ja, volgens mij heb ik alles eruit gehaald wat erin zat. Ze gaan zich zo hiernaast al verzamelen. Maar voordat we naar jouw oude teamgenoten toe gaan, wil ik de laatste eruit halen met je. Dat is Bert van Berkel. Oh, Bertje. Ja, een oud sparringpartner volgens mij van jou. In ieder geval, hij was zwaargewicht. Heb je wel eens goede rake klappen van hem gehad of niet? Ik was nog jong, maar hij was een van de beste jongens die we hadden. Want hij heeft ook volgens mij 2 of 3 keer tegen Anne van der Leijden gebokst. En was echt een technische bokser, een mooie bokser. Mooie bokser om te zien. Nou, een dagelijks leven, heel rustig. Gewoon een nuchtere Nederlander. Het was een van de beste boksers in de tijd dat we hadden, qua zwaargewicht. Biertje. Mijn café is kleiner dan 70 vierkante meter. En ik heb geen personeel, dus vandaar dat je hier mag roken. Dus dat is de wet. En als ex-topsporter heb je daar geen problemen mee? Nee, ik heb vroeger, toen ik zelf sportte, rookte ik ook. Ik had nooit de discipline, ik kon er niet op brengen om te stoppen. Zo was het toen. En nu ben ik gestopt met roken. Dus heel stom eigenlijk, weet je. Maar toen lukte het gewoon niet. Toch was Bert van Berkel een begenadigd zwaargewicht. Hij won prijzen op toernooien in Canada, Zweden, Spanje en Griekenland. En was lid van de Oranje Selectie. En dat viel op bij de boxpromoters die bijna om zijn handtekening vochten. Ze zijn ook bij me geweest toen of ik prof wil worden. In Zweden is een profcontract aangeboden. In Denemarken hebben ze me een keer een profcontract aangeboden. Henk Hoeding is een keer bij ons op de Muscula geweest vroeger. Of ik prof wil worden voor hem. Maar dan boks je misschien voor 2.000-3.000 gulden in die tijd nog. En dan krijg je 2-3 wedstrijden per jaar of zo. Dus ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik blijf lekker sporten.
En ik doe het portierswerk erbij. En als ik dan wat ouder word, een beetje sparen en zelf ergens een buurtcafeetje beginnen. En dan kun je daarvan leven. Dat was mijn opzet altijd. Als een van de beste boksclubs van ons land kreeg Muscular Arnhem regelmatig uitnodigingen voor toernooien in het buitenland. En dat levert vanzelfsprekend mooie herinneringen op. Wat mij nog heel goed bijstaat is dat we naar Zweden gingen. Dat was een heel zwaar toernooi. Een wereldbefaamd toernooi was dat. En Oren had altijd een beetje moeite met zijn gewicht. Hij moest altijd een beetje afvallen en zo. En we waren Oren kwijt en moesten smiddags uit de McDonald's moesten trekken. Want hij zat milkshakes en hamburgers zat hij geloof ik te eten en zo, weet je. Omdat hij moest aftrainen en weet ik wat allemaal. Dus dan ga je toch weer bij eten en bij drinken dan. Dus. Maar hij zat lekker in McDonald's te eten en te drinken. Dat bleef me nog bij. En hij haalde daar een gouden plak. En daar stond ik versteld van, want hij had heel weinig getraind. Het waren echt wereldtoppers. Een junior wereldkampioen liep er. Kampioen van Oost-Duitsland vroeger liep er nog. En, West-Duitsland de kampioen van liepte, dus echt hele goede jongens liepen er. En we hebben dat kampioen op dat toernooi. Nice. Nu run ik al 10 jaar samen met mijn vrouw run ik de café. En, we kunnen er goed van leven. En, we hebben er heel veel zin in, dus leuk. Alleen maar leuk. Ja. Is dat een droom van je geweest? Ja, ik was als horecaportier en ik kwam zelf altijd in een bruin cafeetje ergens in Arnhem. En dat vond ik zo'n gezellig ding. Ik denk, nou, ik zou zelf wel een keer zoiets willen hebben als je wat ouder wordt. Hè? Niet als je jonger bent, want dan ben je niet serieus genoeg en dan weet ik het allemaal. Maar als je wat ouder wordt om dan toch wat leuks te gaan doen, leek me dat wel heel leuk. En met mijn vrouw heb ik daarover gepraat. We hebben in die tijd ook een huis gekocht. Dat soort dingen. Die steeg die huizenmarkt tegen enorm. Dan hebben we die overwaarde eruit gehaald en hebben we er café van gekocht. Zo is dat toen gegaan. Ja. Ooit spijt van gehad? Nee, voor niks heb ik geen spijt van gehad. Oh, mooi. Ja. Dat is Bert. Dat is Bertje, ons Bertje, ja. Mooi om terug te zien. Ja? Ja. Zou het iets voor jou zijn, kroegbaas? Ik heb ooit in een kroeg gewerkt, maar nee, dat zou niks voor mij zijn. Ik ben meer een actieve jongen. Ik ben liever voor de bar dan achter de bar. En mooi dat hij toch over die strijd tegen de kilo's begint, hè? Ja, dat hem is bijgebleven. Dat klopt, ja. Maar dat nog weet, joh. Bam. Ik was al vergeten, hoor. Mooi, echt mooi om terug te zien, ja. Zij zijn nog wel actief in de sport. En net een uitnodiging gekregen om eens op die academie te komen kijken. En dat ga ik ook beslist doen. Ik vind het leuk. Het was wel een kippenvel momentje dat ik vanavond die deur hier open trok natuurlijk. Want je hebt hier 7 jaar gewerkt met die boxers. Hè, van 83 tot 90. Dus dat is een hele periode weer. Dus ja, ik vind het ontzettend leuk om ze terug te zien. Het is hartstikke leuk, hè? Hoe de jongens terecht zijn gekomen, wat ze gedaan hebben. Dus, we hebben toch allemaal dezelfde passie gehad, hè? Sport en dan boksen en dan ook nog hard werken om zo ver mogelijk te komen. En de meeste jongens die daar lopen zijn ver gekomen in het boksen. Dus ja, dan is het wel weer leuk om te horen hoe het nou met ze gaat. Ik ben blij dat je gebeld hebt. Nee, helemaal top.
van tot nu toe? Schitterend. Ja? Prachtig. Ja, echt leuk. Leuk om iedereen weer terug te zien. Zeker, zeker. Zenuwen zijn weg? Helemaal. Ja? Helemaal. Ik zit echt te genieten. Ik heb met iedereen gesproken. Dus, Jongens, mag ik dan ook nog eventjes? Tuurlijk. Kijk, deze foto's, 1986, 26 jaar geleden. Zullen we die nog een keer opnieuw maken in de ring? Super. Ja? Super. Oké, okay, komt-ie. 1, 2, 3. Hey. Nou. Nou, dit was de reunie van het team van de Oran Delibas. Volgende week in Clubgenoten beachvolleybalster Sanne Keizer, die afgelopen zomer nog in de 8e finales op de Olympische Spelen stond. Dat is volgende week. Eerst ga ik eens kijken of deze gasten nog eens een beetje kunnen slaan op de boksbal. Oh my God. Ik kan er niet meer. 950.